ook bijna dagelijks voorbij, kan ik wel zeggen, komt onze vaste vriend van de show, Ben Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. Ja, is het een goede morgen vandaag? Wat heet goedemorgen? Ik kwam hier naartoe rijden, maar het was echt prachtig. De weilanden waren helemaal wit en ze mist eroverheen. En gelukkig op de snelweg niet. Nee. Maar het was echt goed te doen. Ja, ja, hè? Echt winter. Hoe is het met Ben? Goed. Ja? Ja, ja, ja. Ik zag je van de week nog eventjes voorbij komen bij Ranking the Stars, de Golden Oldies editie. Ja, dat is morgenavond wordt het uitgezonden. Ja, ik kijk via NL Feed. Ja, dan kan je één aflevering vooruit. Morgenavond en een week en volgende week ook. Okay. Het is twee keer achter elkaar. Ze vonden het zo goed. Ik kwam nog een keer terug. Snap ik. Waarom doe je daaraan mee? Vind je dat een leuk programma? Ah, joh, het is een beetje lol, trappen. Het slaat op niks. Nee, het slaat inderdaad op niks. Mekaar een beetje de loef afnemen en een beetje roasting heet het, geloof ik. Ja, roasting, een beetje. Moet je tegen kunnen. Ik hou van humor, dat weet je ook wel. Ja, en dan ga ik daar gewoon zitten, jongens, te leuk voor twee keer. Twee keer meer dan genoeg. Ja, precies, ja. Maar wat ik wel merk is dat je hebt allemaal oudere artiesten. Heel oud, heel oud. Nou ja, Ria Valk zit erbij, Peter-Jan Rens, Peter Thiem over 80 jaar, hè? Imka Marina. Ja, ja. Ronnie Tober wilde niet, hè? Want die was gisteren hier. Ja, maar die is bang. Je had hem wel gevraagd. Ja, die is bang. Ja, ja, ja. Maar waar is hij bang voor dan? Nou, om geroost te worden. Ah, ja, 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 ja. Toch? Ja, ja, ja. Ik zou zeker wel even kijken trouwens, die uitzending. Okay. Ben, jij was hier een maandje geleden. Toen was je hier met je dochter, Shanna, dat prachtige nummer. Ik wil even met je praten, heb je toen hier gezongen. We hebben dat toen op Facebook gezet. Nou ja, goed, je dochter heeft in 2018 te horen gekregen dat ze MS heeft. Ja. We hebben dat duet wat jullie hier hebben gezongen op Facebook gezet. En binnen een week zaten we geloof ik al een bijna, was het 80.000 views. Ja, en ik hoorde net 140.000. Nu 140.000 mensen hebben die video bekeken. Leuk is dat, zeg. Dat meen ik, hè? Ja, kun je toch weer zien dat de mensen toch echt wel blijven kijken als er echt iets te melden is ook. Kijk, ik wil niet zeggen dat of de andere dingen niet te melden is, maar dit is toch wel iets dieper gaan dan alleen maar even een liedje laten horen. Ja. Het zit een verhaal achter. En dat lied hebben jullie laten horen voor het MS-fonds om daar geld voor op te halen. Ja. Heeft dat ook wat opgeleverd? Ja, heb je daar zicht op? Ik weet het niet. Heb ik geen zicht op? Nee. Nee, dat is ook lastig in deze tijd natuurlijk, omdat je natuurlijk weinig publieke optredens kan geven. Maar wij vonden het wel een reden, omdat het eigenlijk de misschien wel de best bekeken artiestenvideo van dit jaar zo'n beetje is geweest. Om jullie vandaag nog een keertje uit te nodigen. Ja. Om de kerstplaat die jij twee jaar geleden hebt uitgebracht, Be My Christmas, en hier al een keer eerder hebt gezongen, om dat als duet te gaan brengen. Ja, Sean en ik hebben dus echt goed gerepeteerd. Want het is niet simpel. Het is een liedje wat ik alleen zing. Ja. Dan moet je op een gegeven moment een tweede stem bij zien te bedenken. En het is in een monotoonsoort, het lied. Dus we kunnen dat niet meer veranderen. Mm-hmm. Dus dat is uitstekend gelukt. We zijn er een paar uurtjes mee bezig geweest. Ja, ja. De afgelopen, wat was het? Zaterdag zijn we er mee doorgegaan. Ja. En toen kreeg ik in één keer een telefoontje van jou. Dat in deze prachtige studio, want dat is het echt, ik kun je ook met heel veel plezier, dat maar één gast binnen mag komen. Nou, ja, per uur. Per uur? Ja. Zo, je zal toch een slok op hebben, hè? Ja. Per uur mag er één gast binnenkomen. Ja. En het viel dus simpelweg in dat mijn dochter Shanna niet welkom was. Nee, maar we hebben er wel eventjes hier nu in de uitzending, Shanna, want je zit nu op beeld, je hebt dus eigenlijk een soort van voor niks gerepeteerd, Shanna. Ja, uiteindelijk komt het daar wel een beetje op neer. Maar gelukkig kunnen we het altijd nog voor volgend jaar gebruiken. Hè? Dus dan zijn we alvast voorbereid op volgende kerst. Ja, maar jullie hadden dus nog nooit met z'n tweeën aan iemand laten horen? Nee, dat zou vandaag wat nieuws zijn. Ja. En wat Shanna zegt, we gaan. Ik heb Wil Geerling, dat is mijn studio in Valkenburg. Geerling heeft de mensen die... We gaan het nummer opnemen als duet. Omdat het een tijdloos lied is. Tuurlijk, één keer per jaar, zo rond de kerst, 14 dagen voor de kerst, komen er kerstliedjes, oud of nieuw. Je hoort net José Feliciano, dat is een prachtig nummer, dat blijft altijd goed. Ja. En wij hebben het stellige verondertuiging, we zijn ervan overtuigd dat dit liedje gewoon een blijver is. Het is een pretentieloos lied wat je ieder jaar kunt brengen. Ja. En dat is ook. En we gaan het dus toch doen. Met andere woorden, dit is tevens al direct een uitnodiging, hè, Shanna, voor volgend jaar zitten wij hier dan. En oh, mag er niemand in de studio. We knallen jullie eruit. En wij gaan hier met z'n tweeën staan. Ja. Dat vind ik wel heel leuk. Dat is een hele goeie. Even nog, Shanna. Want jij bent natuurlijk, je bent ook wel zangeres. Maar natuurlijk iets minder bekend dan je vader nog. Dus toen jij hier bent geweest. En je hebt dat nummer samen met je vader gezongen. En je zag daarna ook wat dat deed op de sociale media. Hoe kwam dat bij jou binnen? Wat is je reactie daarop?
Ja, ik vond voornamelijk wat je toen vertelde over al die zoveel viewers die dat nummer inderdaad allemaal hadden gezien. Ik vond dat zo bijzonder ook, dat het zo was binnengekomen bij de mensen. En ja, dat doet me ook wel heel erg goed, dat er dus wel belangstelling voor is. En het is natuurlijk wel een hele nare situatie in verband met MS, maar dat het toch een mooi verhaal is uiteindelijk. Ook een positieve draai. En het doet me toch wel heel goed dat het zo goed is opgepakt. Ja, en dat er ook aandacht is natuurlijk voor de ziekte. Want volgens mij kwam dat de vorige keer in het gesprek naar voren, dat heel veel mensen eigenlijk niet weten wat MS betekent. Ja. Shanna werd het natuurlijk veel beter te vertellen dan ik. Maar ik dacht in eerste instantie, het is een spierziekte. Maar nee, dat is het dus niet. Shanna zegt heel snel wat het wel is, Jan. Het is een aandoening aan het goedemiddag. Aan het centrale zenuwstelsel. En dat is dus zeg maar in de rug, in de hersenen. En dat heeft dus indirect wel effect op de spieren. Ja. Maar het heeft dus wel gewoon met de zenuwen te maken. Ja. En het kan zich op verschillende manieren zich uiten. Dus daarom hebben alle mensen die MS ervaren, die dat hebben, allemaal weer een heel ander verhaal. En een andere klachtenverloop en dergelijke. Hoe is het op dit moment met je? Wisselvallig. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met het weer vandaag. Want ik reageer daar heel erg op. Ja. Dus op een gegeven moment een periode geweest dat het echt heel erg druilerig was. En heel erg heel veel regen. En echt somber donker weer. En dan is mijn energie zo niet te voorspellen. Mm-hmm. En dan gaat het alle kanten op. Dan kan het of heel goed zijn, maar die man met de hamer die blijft altijd dan heel erg op de loer liggen. En dat is dan heel erg lastig om dingen echt te kunnen ondernemen. Ja. Omdat je dan toch denkt van ja, dan denk je van oh, dat gaan we even doen. Maar dat, dan kan het in bijna een half uurtje kan je weer helemaal op zijn. Dus dat is echt heel, heel lastig. Snap ik, ja. Hey, wat zijn je plannen met de kerst? Plannen met kerst? Ik ga met mijn vader, zijn vrouw en mijn moeder, dus het is een hele bijzondere samenstelling, om het zo te noemen. Ja. Gaan wij een kerstavond hebben gezellig. Oh, kijk. Nou, dat is altijd. Vind jij het ook leuk, Ben? Ik hoor het. Nee hoor. Ik hoor het dus voor het eerst. Jawel, we moeten het gezellig maken, toch? Ja, en haar vriend kan heel goed koken. Nou. En hij belooft om iets heerlijks te maken. Dus dat mag. We mogen het precies. Vier mensen hebben. En Shanna, haar vriend. Advies, en mijn ex. Wat zeg je? Het is een advies, hè, die vier mensen. Ja, er zijn ook mensen ja, er mag ook 14. Ja, daarom. Dus die komen gewoon en we gaan het gezellig maken, punt uit. En, dus dat is een eerste kerstdag zit ik dan met mijn vrouw Carla bij haar zuster. Ja. Die dit jaar helaas haar man moet missen omdat hij overleden is in april. Op 64-jarige leeftijd. Onverwachts was dat, hè? Zeer onverwachts. Ja. Dus dat is best wel heavy. Ja. En we hadden altijd de eerste kerstdag een gezellige, heerlijke, gezellige samen zijn met elkaar. En haar broer is daar dus bij. Dus ze zijn dan ook met z'n drieën. Of met z'n vieren in totaal. Dus ze houden ons daar keurig aan. En voor de rest, jongens, laten we hopen dat die COVID snel van. Dit is toch allemaal wat. Ik zit hier net, vlak voor de uitzending word ik weer gebeld door mijn boekingskantoor, Wil Geeling, dat er weer een optreden afgezegd is. Ja, ik klaag niet, maar het is. Kijk eens naar wat er allemaal gebeurt momenteel met de horeca. Alles is ingeslagen. Breek me niet op. Ja, ik weet het. Shanna, wij gaan eventjes van jou afscheid nemen, want je vader gaat zometeen hier natuurlijk nog zingen. Maar we vonden het wel heel fijn dat je toch nog even dan bij ons in de uitzending bent geweest, ondanks het feit dat we hier maar één gast per uur mogen ontvangen, want dat is het. Ik hoop dat je fantastische kerstdagen hebt, dat het zo goed blijft gaan met je als dat het nu met je gaat. En laten we inderdaad afspreken dat je volgend jaar dan wel, hè, als alles mag, dat duet komt doen met je vader. Dankjewel. Ik vond het heel erg leuk dat jullie op deze manier toch nog eventjes, dat we toch even een momentje hebben kunnen hebben. Ja, zeker. Nou, graag gedaan ook. Kerstdagen. Goed, okay. Dankjewel. Dag Sean, bye bye. Dag Shanna, dag ze. Dag, bye. Ben, we hebben ooit, dat weet je misschien niet, samen in een. Want jij acteert natuurlijk ook. Ja. In Westenwind heb jij vroeger ook gespeeld. Westenwind, ja. Had ik ook nog een klein gastrolletje. Ja, heel klein. Ja, als wind. Wind? Ik was de wind, inderdaad, ja. ja. Maar jij gaat weer acteren, want er komt een film aan. Ja, ja,
Herman, ja, schrik niet, ik ben geen Herman. Maar de film heet Herman vermoord mensen. En dat is, ja... Het is geen kinderfilm. Nee. 3 januari op NPO 3 om 21:30, primetime. Ja. Ik moet je zeggen, ik heb een bescheiden rolletje, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ondanks dat, ik heb morgen een interview. Ik heb morgen komt er een fotograaf langs in de Volkskrant. En de Varagids doet mee. En je lacht je doodje, wat er allemaal over me heen komt. Met dat je dus in één keer... Ja, het is alweer 14 jaar geleden dat ik mijn laatste rol heb mogen spelen. En in Westerwind heb ik gedaan. Ik heb Vlodder gedaan, maar dat zou ik nooit vergeten. Vlodder, ja. Ja. Dat zou ik nooit vergeten. Ik vertel dat verhaal nog maar eens een keer. Dat wordt overigens toch iedere keer uitgezonden. Ik word gebeld door mensen van... je bent er weer op. Ja. En het is de meeste... Wat was jij ook weer? Speelde je zo'n gangsterbaas? Ja, ik speelde er een toch? Een snorretje? Nee, ik geen snorretje. Ik was gewoon een eigenaar van een seksclub. Dat is ook zo. Zo'n ordinaire man was je. Pure typecasting. Ja. Pure type. Ja. En het was zo leuk om te doen. En dat was dan, toen. En de schrijvers van Herman vermoord mensen. Ik kan het de mensen echt aanbevelen om het te gaan zien. Het is een soort van, hoe moet ik het zeggen? Heel, heel kort. Een man die uiteindelijk mensen vermoord die heel naar doen tegen mensen in het bejaardenhuis. Ja. En zeggen, ja, dat mag dat niet. Nee, dat mag ook niet. Maar dat heeft een reden. En daarom moet je maar even kijken naar die film. Ja, het gaat over een lage wal geraakte alcoholist. Dat is dus die Herman. Die heeft een professionele hulp nodig, maar die krijgt hij niet. Nou, goed, dat is dan... krijg ik ook niet. Maar goed, ik ga geen mensen vermoorden. Nee, dat is waar. Wie spelen er nog meer in eigenlijk? Allemaal best wel grote namen. Ja, maar de namen, ik ben zeer slecht in dat soort namen. Hoe heet ik? Weet je dat nog? Marco Borsato. Nee, nou, dan wil ik even niet mee geregisseerd worden als je niet erg vindt. Ausgeir Danen speelt erin. Ja. Een groot acteur, Melody Klaver en Fokkelien Ouwekerk. Die zit tegenwoordig ook bijna alles. Ben, wil je alsjeblieft naar het podium gaan? Oké, goed. Dan wil ik... Dankjewel voor je... Ik ben er nou toch. Nee, ja, ik ga. Ik neem Shanna in gedachten mee, ja? Goed zo, ja. Doe dat. Shanna, die kijkt mee. Die kijkt volgens mij nog steeds. Zal ik hem aan laten staan, gewoon Shanna? Knik maar even. Ja, ja. Oké, dan kan Shanna ook nog even met je meekijken, Ben. Jij gaat het prachtige liedje zingen voor ons, Be My Christmas. Als Jordi een mooie aankondiging wil doen, ga ik het licht even aanzetten op tijd. Dat is ook wel eens een keer leuk. Helemaal goed. Ben, die gaat nu zitten op de kruk. Die gaat er altijd liever bij zitten. En als je er klaar voor bent, zou ik zeggen... Take it away. Dit is Ben Kramer met Be My Christmas. Winter time, Christmas time, best time of the year. Everybody hold their loving near. Christmas time, lonely without you. All here by myself, what can I do? But I'm not unhappy, I feel no fear, for I just imagine you are here. Be my Christmas and help me through the night. Be my Christmas, I think of you, I feel alright. Be my Christmas, be my present, be my future. Be my Christmas tonight. Christmas time, peaceful time, that's what it should be. Love and understanding, all you see. But why the world is still at war, I don't understand. Can you see it's running out of hand? But I'm not unhappy, I feel no fear, for I just imagine peace is here. Now, shall I sing my maid? Be my Christmas and help me through the night. Be my Christmas,
I think of you, happy alright. Be my Christmas, be my present, be my future, be my Christmas, Shana. Be my Christmas. If we just keep on hoping, I use my magic power, all our dreams come true. Be my Christmas and help me through the night. Be my Christmas, I think of you, I feel alright. Be my Christmas, be my present, be my future, be my Christmas. Every night, every night. Ben Kramer, Be My Christmas. Het was geweldig, Ben. Wat kan je toch nog fantastisch zingen ook, hè? Het is echt ongelooflijk. Ja, want je... en dit keer ook zonder wijntje. Ja, dat functioneert, dat hadden we vorige keer. Mag even de microfoon. Je mag even de microfoon dan, Ben. Alsjeblieft, want anders hoor ik je niet. Oh, ja. Oh, sorry, ben ik er toch in huis? Ja, je bent er in huis. Wat denk jij? Ja, ik dacht dat ik er meteen uit moest. Nee, maak het tijd. Nee, dat hadden we vorige keer. Ja. Maar, en nu niet, maar ik heb je beloofd. Ja. Echt waar. De mensen die het niet gehoord hebben, misschien voor het eerst. Dit liedje is gewoon een potentieloos liedje. Dat kan volgend jaar weer. Ja. En we gaan het gewoon doen. Kijk naar Mariah Carey, die zingt al 30 jaar hetzelfde liedje. En dan steeds bovenaan. Ja, precies. Ja. Met Shanna volgend jaar. Goed, Ben. Herman Verboord Mensen, 3 januari te zien op NPO 3. 3 januari. En hou jullie tv in de gaten, want er gaat nog veel meer gebeuren in januari. En daar mag ik helaas nog even niks over zeggen, maar zo leuk om daar mee gedaan te hebben. Ja? Dus ik zou zeggen, hou je... Een klein tipje van de sluier mag je wel oplichten. Het heeft met zingen te maken. Dat had ik zo. Ja, maar niet. Ja. Beste zangers. Zingen te beste maken. Zangers, ga je dat en doen? Het is misschien een leuke quizvraag. Oh ja, 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 ja. Het heeft te maken met het woord secret zit erin. Oh, je gaat Masked Singer doen? Zit in een van die pakken? Nee, Masked Singer is afgelopen. Ja, oké, maar dat kan toch niet doen? Maar er is een opvolger. Oh. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En goed, en anders ben je hier in december weer op televisie natuurlijk, hè, met je dochter, als het goed is. Ja. Sorry, ik stond hier. Volgend jaar, dan ben je weer in december. Ja, maar dat komt wel eerder weer, hè. Ik ga naar de kapper, ik ga naar zijn vriend, die is kapper, die gaat mij een beurt geven. Dus dat komt helemaal goed. Goed, we hebben nog een kleine kerstattentie voor je, Ben. Omdat je hier toch weer wilde zijn. Kijk eens eventjes. Oh, wat leuk. Ik heb het voor je ingepakt. Alsjeblieft. Prachtige doos. Schoenendoos. Dankjewel, jongens. Ik wens iedereen fijne kerstdagen, ondanks de COVID. En ik hoop allemaal dat we zeer, zeer snel uit deze droeve ellende vandaan kunnen komen. En dat we volgend jaar elkaar weer mogen knuffelen. Oké? Okay? Hoop ik ook. Mooie woorden, Ben Kramer. En altijd een feestje als je hier bent. Dankjewel. Super bedankt weer. Bye-bye. Shanna, jij ook, hè, nogmaals.